staan hier vanavond in Hartje Brussel voor Museum Night Fever. 23 verschillende musea met elk een super tof programma. Wij gingen alvast een kijkje nemen. It's fun. Donc notre but ce soir c'est de déambuler avec une nouvelle collection des étudiants. Donc ça c'est des étudiants de 3e et nous avons des mannequins ici avec d'autres collections. Hoeveel volk verwacht jullie vanavond? Goh, moeilijk in te schatten. Ik zie overal enorm veel rijen, dus ik denk dat we zeer veel volk gaan hebben. Ik vermoed als ik de rij zie 14, 15, 16.000 mensen. Het doel is eigenlijk om de musea te tonen op een andere manier dan dat je ze gewoon ziet. Dus meer feestelijk, met meer jongeren, als plekken waar dat er van alles gebeurt. Niet als saaie plaats, maar plaats waar dat je ook performances kunt zien, waar dat je verraste dingen kunt zien. Dus dat is echt de bedoeling, musea op een andere manier tonen. What do you think about Museum Night Fever? I love it. It's the first time we actually did this. We're gonna go visit the Music Instrument Museum, or that's planned, but there's a huge queue there so far. We still wanna go and visit Beaux-Arts, and then maybe afterwards the Parc du Cinquantenaire Museum. Dit was Museum Night Fever. Het was voor ons zeker een geslaagde editie. Hopelijk hebben jullie er ook van genoten. Wij trekken alvast naar de afterparty. Tot volgend jaar!